Ja, wow. Sherlock. Oh, ik dacht dat het Anita wel was, want die liep niet nee. Naar de emergency toe. Ja, maar toen die rode alarm afging, toen liep ze de andere kant op. Dat klopt. Toen was ze als laatste binnen en toen was ze als eerste weg ook zo'n beetje. Dat toen, ze liep achter iemand aan. Ik dacht dat we naar de auto moesten, want ik had daar ook een rood pijpijltje vanwege dat ik daar zelf een tweede taakje had. Ik liep gewoon de verkeerde kant op. Maar die allereerste error, die heb ik samen met Fons gedaan. En toen dacht ik nog, Fons is het niet. En daarna heb ik inderdaad Stefan dus heel lang bij mij geweest, terwijl ik zo'n Jamie 6, of weet dat, Simon 6 aan het doen was, wat heel lang duurde. Hij heeft mij niet vermoord in al die tijd. Ja, dat is wel een reden dat Stefan het niet is, maar niet dat jij het niet bent. Waar is het lijk, jongens? Waar is het lijk? Ja, waar is het lijk? Lijk weten we niet, die hebben we niet gezien. We hebben gewoon een algemene vergadering gestart. Oh, oké. Okay. Oh, en dat maar was hoe, eigenlijk... waarom is hij gestapt dan? Ja, we komen er... Ja. Ja, maar ik liep wel achter Anita aan en ik liep richting cafetaria. Ik wilde ook naar cafetaria toen we tenminste... ook wel moeten gaan stemmen nu. Nu weten we het ja. Wie heeft ik liep onderlangs duidelijk gekocht, maar... Hebben jij... Harry? We weten dus niet waar het lijk is. Ik liep vanuit zeg maar de reactor onderlangs. Ja, maar Harry, jij deed de reactor boven of onder en Herman ook? Anita en Herman, waren jullie al voorbij de cafetaria of nog niet? Ik niet. Jij niet. En ik sta bij de medbay en daar is volgens mij niemand. En Fons was waarheen? Heeft iemand dat gezien? Nee. Ik weet het niet. Maar er waren in ieder geval twee mensen boven. Nou, als jij bij de... Jij staat in de plek waar denk ik een lijk ligt. Oh! Oké. Okay. Echt, ik heb. Ik ben ook gewoon stom geweest, hè? Ik heb gewoon Fons als eerste gewoon een beetje geprobeerd, zeg maar, dat hij me ging vertrouwen. En Fons vermoord ik hem. Dat is helemaal niet waar. Zo voelde dat ook, Harry. Ja! Maar Fons, jij dacht ook toen wij die eerste reactor deden, alleen jij en ik waren er en het lukte. Dus jij dacht toen ook, Matties, wij zijn het niet? Inderdaad, ik dacht, jij bent het niet inderdaad. Dus, Ja, en daarna deden we nog een reactor, daar was ik niet bij, dus dacht ik, nou nu weten we wie het is. Ja, dat is doen we ook niet meer. Ja. Nee, helaas. Ja, precies.
dan ja, bij Exclusion blijft Harry alleen maar over. Ja. Ja. Nee, maar Fons, die geloofde ik sowieso al. Dat wist ik sowieso al. Ja, jullie hadden ook echt wel een beetje last van, want Fons liep als laatste dat ding uit. En ik denk, nou, iedereen gaat weg. Dus dat ziet niemand voor een tijdje dat hij dood is. Precies, ja. Dat is ook serieus. Ja. Nou, dat kijk ook allemaal mooi, hè. Dat is een dat was net zo ongelukkig. Ik ben heel even bang dat Herman het nog net zag, maar die was net buiten gezichtsveld. Echt net. Ja. Nou ja, jouw scherm is dan dus ook groter blijkbaar. Dat is niet zo, inderdaad. Ik deed één stapje opzij, zag ik je staan. Oeh, heeft hij dat nog net gezien, ja of nee? Maar je had ook echt pech, omdat wij net een paar wisten van jij bent het niet. Dus daarmee komen we op jou uit, want anders had ik het ook niet gezien. Ja. Dat is ook wel, zou echt handig zijn als je elke keer dezelfde popjes hebt. En dan kun je ook makkelijk onthouden wie is.